Hey Vince, even serieus man, wat blijft ze hoor? Ze komt echt, geen stress. Lizzy, top dat je er bent. We zijn er klaar voor. Ik dacht dat wij wat zouden gaan drinken, jij en ik. Ja, tuurlijk. Alleen, je moet me eerst even uit de brand helpen. Alsjeblieft. When I walk up in the club, bottles of Valentine's, I'm so fucked up. When that big booty pops, bitches be flashing their titties cause they want that paper and this shit gets crazy. And then there's this lady coming up to me like, hey, hey, baby. She on my lap like I'm 100 mil rock rocker. Vet shot. Nice. Hey, super dat je meedoet. Het is eigenlijk niet echt mijn ding. Het is meer iets voor Max. Max? Dus dan niet? Ja, nou ja. Hij is wel aardig, maar eigenlijk is het gewoon een nerd. Hij gaat toch met, hoe heet ze? Esmee, toch? Esmee? Ja, ook wel bekend als Schmiegel. Ja, precies. Tja, echt, ik vind hem maar zo muts. Ik snap het niet. Moet je kijken, wat Tiffany gemaakt, we gingen helemaal stuk. En moet je vooral die reacties lezen. Als dit mijn familie was, dan had ik mezelf direct laten adopteren. Gruwelijk. Of deze dan. Gelukkig bestaat er iets als euthanasie. Oké, ik ga. Wat ga je doen? Ik heb eten besteld. Ja, een andere keer. Yo, vergeet je niet die post op je blog te zetten. Had er iemand pizza besteld? Van thuis. Without a home, I can't believe that it's gone wrong. On and on and on and on we go, but we're losing now. I'm trying hard to hold on, but I know that the fire's out. Cherry sense into the air.
Paint your lips on cherry red. Paint your lips on cherry red. Your cherry scents come through the air. Paint your lips on cherry red. Your cherry scents come through the air. Ik zeg het u. Dit lijkt nergens op. Ze komt te laat, komt soms gewoon niet, meldt niet, doet niet wat ik zeg. Zeg Esmee. Andere houding, alsjeblieft. Precies. Dat is het probleem, de houding. Denkt u dat ik zo ver was gekomen met deze houding? Ja. Hè? Luister, meneer. Ik heb mezelf opgewerkt tot magazijnmeester. Dat is niet zomaar. Ik weet what it takes to do this job. Dat is het. Hè? En ik heb haar niet eens zoveel laten doen. Ik heb rekening gehouden. Het is een vrouw. Ik liet haar strijken. Meer niet. Gerard! Jij hebt gelijk. Jij hebt gelijk. Ik hoor helemaal niet in het magazijn. Gerard, onwijs bedankt voor deze hele mooie kans. Nee. Met Lizzy. Ja, tuurlijk weet ik dat. Ja, ik ga me nu omkleden en dan kom ik eraan. Naar de studio. Ja. Dame. Fabulous as always. Jij ja. Goeie post gisteren. Ik wist niet dat je ook nog kon dansen. Wat? Goeie post gisteren op je blog. Oh, weet ik toch. Ziet er goed uit, hoor. Schmiegel. Ben benieuwd wat Victoria ervan vindt. Dit wordt echt dé scoop van het jaar. Mode-icoon blijkt saaie muts met pruik. Nou, dan vul je de bladen wel mee, hoor. Wat wil je, Tiff? Wat zou ik willen? Wat moet ik doen? Als jij ontwerpen voor me maakt, waarmee ik de Young Talent Award win, dan mag jij gewoon Lizzy blijven spelen. Oké. Okay. Vind het eigenlijk wel een goede stunt. Maar als je bij Vince in de buurt komt, dan is het afgelopen. Prima. Oh, en nog één klein dingetje. Hi, dit is Lizzy's Choice en mijn naam is Lizzy. Vandaag staat deze video geheel in het teken van de birthday bash van mijn allerbeste vriendin in de hele wereld, BFF Tiffany. Oh, hey! Ik kan nog steeds niet geloven dat Lizzy mij hiervoor gevraagd heeft. Oh, ik ben... ik weet het niet meer. Ik weet het gewoon niet meer. Oh my god, oh my god, oh my god. Kan het alsjeblieft over? Zijn we live? Ja, we zijn live. Ga lekker zitten. Zo. Vandaag ga ik jullie tips geven hoe je er altijd super fashionable uit kunt zien. Regel 1, je haar moet perfect zitten. Super. Ja, mijn birthday bash komt eraan. Lizzy komt ook. En ik wil er graag uitzien als Taylor Swift. Het wordt echt zo cool. Als je er niet bent geweest, dan ben je echt niet cool. Het wordt geweldig. Alleen maar coole muziek. Ik heb 6 leuke jurkjes uitgezocht en ik... Zo. Nou, dat ging best goed, toch? Ja hoor, dat ging best goed. Ik zou je vaste sidekick moeten worden. En dan doe ik de volgende keer jouw haar. Deze werd nog voor jou bezorgd, schat. Dankjewel, lieverd. Van wie is het? Geen idee. Fanmail. Schmiegel die een taart krijgt. Oh, wat zonde van de taart. Idistrut. Wanneer krijg ik mijn schetsen?
vanavond. Meteen.